verliest in de slotfase met 0-1 een bittere pil op deze zaterdagavond. Ja, zeker. Ik denk als je kijkt naar de wedstrijd, de eerste helft misschien waren zij wat beter, wat meer balbezit. Ik denk dat wij grotere kansen hadden, niet echt 100%, maar wel bij de 16 schoten, ja, daar mag er toch wel eentje van in. De tweede helft vond ik ons beter. Zij gokken een beetje op de counter en ja, het is echt zuur. Je krijgt, ik denk, 3 minuten voor tijd. Ik krijg een kopkans van Siem de Jong en dan, die gaat er niet in. En dan bij de andere kant ligt hij wel in het mandje. Ja, dat is zuur, dat kan niet. Ja, het was alles of niks? Ja, alles of niks. Dat niet eens. Kijk, wij hadden de bal bezit. Wij wachten gewoon op onze kans en die kregen we ook. En op het laatste nog op de paal en ja, wat ik zei, bij ons de laatste minuut wel erin. Ja, we weten dat jullie de absolute topvorm niet hebben, maar dan zit het ook nog een klein beetje tegen. Ja, het is eigenlijk dubbel op. Maar ja, alsnog, we hebben die kansen gehad. Als we die gewoon maken, dan weer deze wedstrijd. En ja, dit is echt zuur. Je hebt er niet veel aan, maar je bent man of the match. Je speelde zelf een uitstekende wedstrijd. Ja, ja, wat je zegt, ik heb er niks aan. Ik speel liever iets minder dan dat we dan winnen. Maar het is een keer leuk meegenomen. Ik was nog nooit geweest, maar het is gewoon zuur. Goed, als je naar je eigen wedstrijd kijkt, kun je tevreden zijn? Jawel, ja, toch 1 doelpunt tegen. Dan ga je toch altijd naar kijken. Het momentje dat zij eruit komen, weet je wel, qua restverdediging. Hoe je achterin staat dat zij eruit komen. En dat moeten we gewoon even goed even gaan evalueren. Want zij lokken, de wachten daarop en wij moeten gewoon goed staan. En dat was een paar keer niet het geval en dat gaan we gewoon even goed evalueren. Als je kijkt naar je eigen wedstrijd, de rust die je uitstraalde, de duels die je won, de belangrijke momenten waarop je aanwezig was? Ja, klopt. Verdedigend ging het goed. Toch wel 2-3 keer nog wat slordig, maar stapje voor stapje gaat het wel goed. Ja. Het gaat echt de goede kant op? Het gaat de goede kant op, ja. Dit is heel jammer op weg naar Celtic. Maar goed, dit moet je snel vergeten en dan moet je er woensdag weer staan. Ja, precies. De uitslag moet je gewoon vergeten. Kijk, ik vond ons tweede helft goed spelen en dat moeten we gewoon volhouden. En Celtic, de trainer zei het al in Celtic Park tegen de fans. Celtic gaan we gewoon moeten we pakken. Ja.